Welkom bij deze autovisievlog. Mijn naam is Peter Hillhorst en vandaag heb ik onder mijn rechtervoet het gaspedaal van een spraakmakende klassieker of een bijzondere youngtimer. Rijd mee met Peters Proefrit. Daar gaan we hoor. 2000 toeren, 3000 toeren, 4000 toeren, 5000 toeren, 6000, 7000, 8000, 6000, 7000 en weer door naar die krankzinnige 8000 toeren. Ja, dat kan maar één merk zijn. Het is Honda en ik zit vandaag in de CRX VTEC, dat compacte coupeetje op basis van de Honda Civic. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Peters Proefrit. Met vandaag een auto die bij heel veel mensen herinneringen ophaalt. Hè? Eind jaren 80, begin jaren 90 was zo'n Honda CRX. En dat was echt iets speciaals. Je reed of Golf GTI of je reed een CRX. En dan natuurlijk het liefste die VTEC versie. Hè? Dat was de ultieme variant van de CRX. Deze VTEC is van 1990 tot 1992 geleefd en het was echt het sportieve topmodel van de CRX-reeks. Die 1.6 was een compleet andere motor dan in de gewone CRX 1.6 zat. En ook het uiterlijk is behoorlijk anders dan van de gewone CRX. Andere koplampen, andere voorbumper, andere motorkap, een hogere motorkap. De gewone had één bultje aan de linkerkant van de motorkap, maar de VTEC heeft gewoon een motorkap die in zijn totaliteit een stuk hoger was, omdat het blok een stuk groter was dan in de gewone CRX. Nou ja, andere achterlichten ook, andere achterspoiler, 14-inch wielen om ruimte te bieden aan de grotere remschijven ten opzichte van de gewone CRX. En deze auto kostte in 1991, waar deze auto uitstamt, kostte die 50.000 gulden. Dat was 10.000 gulden meer dan een gewone CRX 1.6. Ja, en dat konden ze natuurlijk heel moeilijk verkopen door alleen te zeggen, ja, daar zit een speciale motor in. Dus werd deze VTEC ook heel luxe aangekleed. Schuifdakje erin, leren sportstoelen, airco, elektrische ramen. Het is eigenlijk best wel een luxe coupé. Anders aan de VTEC is ook het onderstel. Hardere rubbers in de ophanging, stijvere veren, stuggere dempers, dikkere stabilisatoren om die auto een beter contact met de weg te geven en om hem veel strakker door de bocht te laten gaan. In het interieur krijg je echt een cockpitgevoel. Dit is echt een scheurijzertje en zo zit je er ook in. Heel laag, uitstekende sportstoelen, meters recht voor je neus, pookje wat precies lang genoeg is en precies op de juiste plek staat, waardoor je niet met je rug uit de stoel hoeft te komen als je moet schakelen. Die 1.6 heeft 150 pk, 144 Nm. En daarmee sprint hij in 7,2 seconden naar 100 en een topsnelheid van 222 km per uur. Maar hij is ook heel soepel en tam als je rustig rijdt. Hij levert 90% van zijn maximum koppel, levert hij tussen 2000 en 8000 toeren. Je kan er ook gewoon heel kalm en zuinig mee rijden. Maar maak je genoeg toeren, dan gaat de motor over van die tamme nokken op die wilde nokken. Dan gaan die kleppen verder open, dan blijven ze langer openstaan. Dan krijgt die motor meer brandstof, meer lucht. En dan gaat hij op jacht naar zijn piekvermogen. En dat, ja, dat blijft echt indrukwekkend. 2000 toeren, vol gas. Moet je opletten bij 5300. Oh, dan verandert het geluid. En dan raast hij in één keer richting 8000 toeren. En schakel je dan over, dan valt hij precies op, weer terug op het toerental waarin hij zijn wilde nokken gebruikt. En dan gaat hij er echt
Ja, echt bizar vandoor. Ook nu nog. Het is een auto waarin je gewoon vanzelf zin krijgt om te scheuren. En dat zal iedereen die zo'n CRX heeft gehad vroeger kunnen beamen. Het is stug, het is stijf, het is communicatief, het is hard. Het is niet oncomfortabel, maar het is vooral heel communicatief. Hij voelt als een kart. Hij stuurt rond de middenstand. Ja, een beetje onzeker vind ik. Maar als je wat meer stuuruitslag maakt, dan wordt het helemaal goed. Dan wordt het helemaal lekker. En dan wil je bochten aanvallen. Dan wil je die motor op toeren jagen. Dan wil je knallen met dit ding. Dit is een autootje waarmee je bij het stoplicht veel snellere auto's kon verrassen. En als het een beetje ging slingeren, dan kon je ook, ja, leeftijdsgenoten in een Golfje GTI, die kon je gewoon zoek rijden. Zo'n CRX, VTEC, ja, dat was vroeger echt iets. En het is nog steeds wat. En wil je een deel van je jeugd opnieuw beleven met deze CRX VTEC? Weet dan dat hij te koop staat in Harderwijk bij Seldenrijk. De auto komt uit Duitsland, heeft 113.000 kilometer gelopen. Ze vragen 14.900 euro. Ja, best wel veel geld, maar ja, ga maar zelf kijken. Ze staan gewoon niet te koop. Niet in Nederland, niet in Duitsland. Je moet echt heel goed zoeken. Wil je nog een originele CRX VTEC vinden? Deze auto is helemaal origineel. Ziet er strak uit van buiten. Net interieur. De mechaniek voelt ook goed, hij schakelt nog lekker. Motortje voelt fris, hè? Zit nog echt een goede punch in bovenin. Dus ja, wil je een CRX VTEC? Ja, eigenlijk moeten we dat allemaal willen als liefhebber van motoren, als liefhebber van toeren, van atmosferische screamers. Ja, dan kun je eigenlijk niet om zo'n Honda CRX VTEC heen. Dit is een auto zoals ze echt niet meer gemaakt worden.